Het komt te vaak voor dat vooral tijdens spitsuren dermate onveilige situaties ontstaan dat het niet meer verantwoord is om daar langer mee te wachten. Goedemiddag Oldenzaal. Goedemiddag Oldenzaal. 28 oktober hebben wij als gemeenteraad raadsbreed een motie aangenomen waarin wij het college tot haast manen bij de herinrichting van afslag 32 aan de A1 in Oldenzaal. Het komt te vaak voor dat vooral tijdens spitsuren dermate onveilige situaties ontstaan dat het niet meer verantwoord is om daar langer mee te wachten. In de persoon van Lex Schukking, statenlid bij provincie Overijssel, hebben wij wellicht een bondgenoot om het college te ondersteunen bij de actie om binnen 2 jaar een verkeersveilige situatie te creëren. Kun je daar wel mee, Lex? Geert, zoals we dat wel vaker doen, wij als gezamenlijke VVD-fractie pakken het samen aan. Uiteindelijk is het ook een provinciale aangelegenheid. Ik sluit aan op een N-weg en dat is provinciale verantwoordelijkheid. Dus ik ga hierover ook vragen stellen aan het college van gedeputeerden. Dus dat pakken we samen op. Fantastisch idee, dankjewel. Top.